Deze opname kan expliciet en grof taalgebruik bevatten. Blablabla, jullie begrijpen het nu wel, piratenreis en misdrijf. Hallo, wij zijn Daan en Joke. BFF's, acteurs, maar vooral ook singles in tijden van corona. En wij missen seks. Oké, ook mekaar, liefde en affectie, maar vooral, ja, seks. Wij hebben huidhonger. En we zijn niet alleen. Dus, als alternatief bieden we deze video vol literair verantwoorde erotiek. Welkom bij Liefde in tijden van corona. Dit is aflevering 6. 6! Volle erotiek. Ik heb weer een vraag voor je. Oké, spannend. Joke, hoe zie jij eruit als je klaarkomt? Nee. Dat was een grapje. Ik ging ook zeggen, dat moet je niet aan mij vragen. Waar word jij echt opgewonden van? Ik heb hier dus... Mijn penis, nee. Dit gedeelte. Als je dit bij mij gaat aanraken... Ja. Nou, dan... Dan ga ik ook hele gekke geluiden maken. Ik vind mijn flank ook altijd heel opwindend. Heb je 40 Days and 40 Nights ooit gezien, die film? Mm-hmm. Een gast zweert, ik ga nu 40 dagen geen seks hebben en niet verliefd worden. Natuurlijk wel. Maar daar zitten dan scènes in dat er zo met een veertje over... Dus ze raken elkaar niet aan, maar alles is met lucht en met veertjes. Dat vond ik echt... Dat is mij altijd heel helder bijgebleven. Dus jij bent toen meteen naar de hobbywinkel gegaan en hebt een turbodoos met veertjes gekocht. Met vol veertjes. Maar Daan, als literair fragment hebben wij een fragment uit... Mieke Maaikes op scène jeugd. Tijdens het lezen heb ik meer zo gekeken dan iets anders. Het gaat namelijk over de seksuele escapades van een meisje van haar 9 tot haar 19. Ik heb een paar fragmenten naar Daan doorgestuurd dat hij ook dacht, ik vind dit geen leuk boek. Vooral toen ze begon haar rook aan me en het rook naar mosselen en zeewier. Ik wilde al nooit een vagina ruiken, maar toen was het helemaal klaar voor mij. In de jaren 50-60 was het super moeilijk om aan porno te komen. Nu, Pornhub of weet ik veel wat er allemaal bestaat. Je gaat er naartoe gratis kijken, een beetje snokken en het is gedaan. Maar toen moest je naar een boekhandel en moest je zo wat onder de toog literaire boeken waarin pornografisch geschreven werd en magazines krijgen. En blijkt dus dat in België, in Vlaanderen, porno een big business was en dat wij zelfs materiaal naar Nederland stuurden omdat in Nederland de censuur op inhoud van pornografisch materiaal veel heftiger was dan hier. Wij zijn toch juist het vrijheid, blijheid, neuk alles kapot land? Ja, nu wel, maar toen dus niet, jaren 50, 60. Ik dacht dat wij in de jaren 50, 60 ook al enorm met onze string aan het rondzwaaien waren. En dan zijn er literaire auteurs gekomen, zoals een Louis Paul Boon. En die gingen natuurlijk opzettelijk zeer erotisch schrijven om de overheid en de kerk uit te lokken. Dus dat was eigenlijk pure provocatie, dit soort werken. We hebben een mooi fragment geselecteerd. Ja, ik heb heel veel zin om het voor te lezen. Boekenclubje met Daan en Joke! Met die harde en hete deurklopper in mijn handje vleemde ik... Mag ik ook eens zien wat er met jou gebeurt? Mijn lieve schat, zei hij opgetogen. Ik zal mijn lul voor je aftrekken, want mijn zaad mag alleen nog maar voor jou en niemand anders spuiten. Hij demonstreerde me hoe hij de vorige avond met zijn fluit had gespeeld... en erbij gedacht had dat hij niet in zijn hand, maar in mijn kutje zat. Dat hij me neukte. Ik legde hem er zo dicht mogelijk bij neer, mijn kontje omhoog, om aan niets van het programma te moeten missen. Ik zag hem de stijve stok omsluiten, zodat zijn vingers bij het heen en weer trekken even haperden aan de rand van de dikgezwollen kop. Ik voelde hoe hij ondertussen met de andere hand op mijn omhoog gestoken kontje legde. Met de vinger in de plooi gleed en mijn strontholletje zocht. Hij omsloot de staf steeds vaster en snokte eraan als een door God bezetene. Hij begon erbij te vloeken, zoals ik daarnet. Zijn vinger drong me strontholletje binnen, terwijl hij verwacht schreeuwde... O, moedermaagd, o, kleine schat, ik ga schieten. Ik schiet me zaad voor jou alleen, mijn kleine lieve hoer. En dit is nog een braaf fragment, Daan. Ja! Jij vindt het dus niet opwindend, Daan? Nee. Ik vind het vies. We hebben een fragment gevonden wat ik vies vind. Het is gewoon echt het idee, 13-jarig meisje met... 40-jarige man komt er bij mij niet in. Hier is dus een toneelversie van gemaakt in 2004.
Flikker op. Dit is voor het eerst dat ik een beetje me opgelaten voel. Ja, dat wouden ze doen. Ze een beetje aftasten hoe de moraal, hoe ver dat die oprekbaar was. Dat is wel gelukt. Single van de dag! Single van de dag! En we hebben vandaag de gast Ella Kamerbeek. Ella is actrice, medeoprichter van de New Wave Feminism All Female Theater Collective Club LAM. En bovenal is Ella deze lockdown mijn echtgenote vrouwtje. Ja, we hebben elkaar best wel in leven kunnen houden. Precies. Elkaar in alle basisbehoeften kunnen voorzien behalve seks. Maar dat komt, wij worden bij elkaar een soort van botte boeren. Van die boze mensen die alleen maar door de gordijnen kijken. Maar aan mijn billen zit je wel trouwens. Ze zijn niet helemaal platonisch. De vurige vragen. Happy single of vurig op zoek? Ik was best wel lang vurig op zoek. En het is sinds kort denk ik happy single geworden. I don't need a man. I've got my dildo. Favoriete bezigheid die je alleen kan doen? The Sims. Seks op een eerste date of je date vurig laten smachten? Ja, ik denk altijd, ja, ik ga je vurig laten smachten, maar dat gebeurt nooit. Ja, dan denk ik ook, waarom niet? Wie weet heeft hij morgen corona, dan kan het niet meer. Favoriete eenpansgerecht? Die Vietnamese noedelsoep met kip. Kutste klusje in huis dat je alleen moet doen? Oh, de was opvouwen. Daar kijk ik ook altijd heel erg tegenop. Ik heb ook zo eeuwig een wasrek in mijn kamer, waar ik dan uiteindelijk maar gewoon mijn onderbroek van afpluk. Ik doe precies hetzelfde. Je favoriete standje? Denk doggy. Geil. Ja. Een fles wijn of een pot thee op eenzame avonden? Thee. De slechtste openingszin die ooit op jou is gebruikt? Ik heb screenshots van Tinder en dat soort dingen. Een van mijn foto's is dat ik in een soort bloemenveld sta. Deze was, je bent een mooie bloem, iets dikker, maar dat is geen probleem voor mij. Wow. Hey, I go straight to the point, you're pretty and looking and good looking. I would like to ban you, did you ever try a pierced cock before? Ik heb er niet op gereageerd. To Tinder or not to Tinder? That's the question. Ja, ik ben er klaar mee. Maar even was het echt wel leuk hoor. Ik heb iemand die ik kan bellen, zeg maar, als het nodig is. Dus dat is heel prettig. Subtiele verbeelding of keiharde porno? Subtiele verbeelding. Waar word je echt opgewonden van? Kusjes in mijn nek. En als iemand zijn best voor je doet. Seks in je bed of liever op een spannendere plek? Nou, de beste seks is toch wel een bed. Een spannende plek, dat is soms wel leuk, maar ook echt zo mega onhandig dat je er vaak niet meer echt aan het genieten bent of zo. Ja. Favoriete plaat om seks op te hebben? Hold van Vera Blue. Je had het net over je dildo. Wil je daar nog meer over vertellen? Wat wil je erover weten? Hij heeft geen naam. Heb je er één of meerdere? Meerdere. Ja, er zijn zo lichte aanrakingen her en der. Ja. Jij bent sowieso nooit een heel erg knuffelachtig persoon geweest, toch? Nee, niet heel erg. Maar zo'n lekker kroelen in bed, dat mis ik wel hoor. Ja, dat er iemand blijft slapen en dat je dan daarna er tegenaan kan liggen. Dat is wel heel fijn. Het weggaan is zo kut. Ja. Zo koud. Zo, nou, dag, was leuk. Ja. Nou, lekker bezig. Dag lieve Ella. Bye, honey. Love you. Hoi, ik ben Hanne van Fortress en ik speel voor jullie All I Need van Air. All I need is a little time to get behind the sun and cast my way. All I need is a piece of this mind, then I can celebrate. Something to give. Oh no, there's something to do. Oh no, there's something to live with you. With you. I am.
Poëzie, die club erotica. Sí, vale, vale. De vloer is bed van Carlos Drummond de Andrade. De vloer is bed wanneer de liefde overmand. Op hoogpolig tapijt of op het hardst parket. Als de liefde om naar bed te gaan niet wachten kan, vormen wij lijf aan lijf het vochtige ballet. Om uit te rusten van het liefdespel gaan wij naar bed. Oeh, dat doet wel iets met me. Quote van de dag, hey! Ik vraag me voorwaar af wat jij en ik deden voordat we van elkaar hielden. John Donne. Ik vind deze heel herkenbaar. Lieve Daan, lieve kijkers, ik dank u voor uw aandacht. Is een quote uit het boek. En bedankt om te kijken naar... Liefde in tijden van corona. Ben ik nou een sixpack aan het krijgen of verbeeld ik het me? Oké. Mirror, mirror on the wall, don't say 'cause I know I'm cute.